20 gezinnen krijgen een goed gevulde levensmiddelenpakket van Joyce en Mireille. Deze twee weldoeners hebben met financiële steun van familie en vrienden alle beetjes bij elkaar zien te krijgen om kansarmen en behoeftigen te voorzien. Roscoe Vismalle bedankt hen namens 1 voor 12 en wij brengen u de distributie van deze pakketten. Van hieruit willen wij Joyce en Mireille hartelijk bedanken. Joyce en Mireille hebben ons gedoneerd met 20 voedselpakketten. U ziet de pakketten. We gaan straks de mensen blij maken met zo'n goed gevuld levensmiddelenpakket. Ik moet ook vermelden dat met financiële middelen van vrienden en familie hebben deze twee donateurs het mogelijk gemaakt om 1 voor 12 te kunnen doneren met de voedselpakketten. Hartelijk dank Joyce en Mireille. En u ziet eerst Erik Riemak die wij zo dadelijk blij zullen maken met een voedselpakket. Hartelijk dank. Erik Ibreti. Ja, dankjewel. Ja, man. Hartelijk bedankt. Ja. We moeten ook zeggen dat meneer Riemak eigenlijk twee rollen vervult. Vader, tevens moeder, omdat het geval van Riemak is bekend bij u. Dus we kunnen hem met zo'n pakket. Oh ja. Hartelijk bedankt. Ja, want nou een bonsoire werk, man. Voor dank voor een passere Kudwa oso rokofu fwa sawa maidu. Anuwa tinso, anuwa tiplay sa nawa eras tak sa ni. Sabta ka hebi des daram, ubriti tak lekpa, ye gidep ching alobi fam ma wate fam ma bede, abo gideng alobi ma, ye fortfil ala tu ro. Eric, success na nga paket. Yeah, thank you well, yeah. Namens ons donateur, maar dit is zwaar, het is zwaar, gaat die knop tillen. Ja, laat me het voelen. Hoeveel heeft u? Ik heb 3 grote kinderen en 4 kleine kinderen. Die 4 kleine kinderen, dit is voor hun hoor. Dankjewel. Tot ziens morgen. Oké, u ook. Zo, namens ons donateur, met jou, dat is hier. Wauw, wat raar, en een pakket, en een optie ondersteuningen. Dank u wel. Ik ga me bedanken aan de donateur voor het pakket van Sengi. Wat is er financieel? Nee. Ik weet niet als ik het nogmaals voor de laatste keer oproep mag doen. Als u er wil helpen, de water is afgesloten en de rekening is wel hoog. Als u wat wil betekenen voor mevrouw Awikoni, hoor ik het wel van u. Wij hebben voor een bijbouwing gezorgd door tussenkomst van verschillende donateurs. En nu heeft ze geen water. We zijn er weer. We zaten toevallig in de buurt. Oh. Ja, we zeiden van nee, we gaan niet in de buurt zijn en we brengen niet een pakket voor Soraya. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer Carlos. Ja. Zit u met de gezondheid? Het gaat. Ja? Ja. Dank je wel. Oh gosh. I'm gonna say hey.